Ja, december. Hoe kun je nou vader worden in december als je topdarter bent? Slechte timing, hè? Dat is, heeft je vast niet over nagedacht. Nee, precies. Ja, ik kan er heel veel uitmerkingen aan gooien. Ja, want ik ben heel benieuwd. Jij zei dat, jij zou erover nadenken. Nou, kijk, dat als jij in december een tweede kindje krijgt, dat kan. Maar je moet dan denk ik wel voor jezelf nu al zeker weten van ja, ondanks hoe dan ook, dat je wel weet hoe je het gaat doen. Want er komt natuurlijk gewoon een heel belangrijk toernooi aan. Dus dan moet je wel nu al thuis al over gaan praten van hoe gaan we dat aanpakken. Want als het wel, zeg maar, precies rond die tweede... Nee, het duurt dan nog zo lang. WK komt één keer per jaar. Het kind krijgt hem één keer in je leven, of misschien twee keer in je leven. Je gaat toch gewoon... Nee, ik kan me niet voorstellen dat je het WK gaat spelen als op alle dag loopt. Nou goed, misschien, maar dit is wel een mooie, interessante discussie. Dus jij kiest voor de carrière en jij kiest voor het gezin. Ja, en daarom heb ik ook waarschijnlijk geen dartcarrière. het lastige daarin... Kijk, ik kan allebei de kanten kan ik heel goed begrijpen. Ik kan heel goed begrijpen, zeg van ik blijf thuis. Hè, van ik wil bij de geboorte zijn. Ja, je weet natuurlijk ook niet hoe ver het loopt. Ik ben niet exact waar in december. Kijk, is het begin december uitgerekend. Dan kan het je kunt tegenwoordig alles plannen. Hè? Als je een goede gynaecoloog hebt, dan zeg je... doe maar even net ervoor of net erna. Alles is te regelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat Danny zegt... van ja, ik wil wel spelen, zeg maar. Dat kan ik ook heel goed voorstellen. Je denkt van ja, weet je, het is toch het WK. En maar dit is toch ook typisch Danny. Danny maakt zich nog helemaal niet zo druk. Nee, dat komt allemaal wel. Dat is de rust zelf, Danny. En dat komt allemaal wel goed. Dat is een beetje een slogan van Danny. Dat komt allemaal wel goed. Ja. Want wat vind ik... Vond jij deze video leuk en wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe video's? Abonneer dan op het kanaal van 433 Darts.